En vandaag gaat het om 15 jaar Valid. U krijgt 6 talks, 6 pitches, 6 verhalen die we u willen meegeven. En dat allemaal rondom het thema More Business and a Better World. Dus goed voor de zaken en goed voor de wereld. Als marketeer vraag ik mij dan een beetje af, is iedereen eigenlijk vergeten dat je een app of een tool of een instrument helemaal niet tot doel mag verheffen? Je kan een app helemaal niet tot doel maken. Een app is niet meer dan gereedschap. Dus als je internationaal zaken wil doen en je moet al dat soort betaalproducten ondersteunen, dan heb je een klein beetje hoofdpijn, denk ik, met je winkeltje. Want je moet niet alleen die autorisatie en de capture van zo'n transactie doen, maar je zult ook moeten zorgen dat in het geval van een consolidatie van verschillende valuta, dat dat ook overeenkomt met wat je net verkocht hebt. Today's market has a need for simple solutions. Daarmee zeg ik niet dat we geen need meer hebben voor de micro pacemaker die ik had, maar dat is een hele grote behoefte om ook te kijken van hey, wat ik vandaag aanbied als bedrijf zijnde, kan ik dat op een kleinere, simpele oplossing doen, waardoor ik een heel ander publiek ga bereiken en daardoor een nieuwe markt ontwikkel. Even zeg maar klant centraal, dat doen we door dat ontwerpen met z'n allen veel meer accent te geven en tegelijkertijd ook alle IT-veranderingen daar op een goede manier in te integreren en te zorgen dat je dat met je klanten en met je medewerkers goed vormgeeft. Het goede nieuws is dat we zonder fossiele brandstof kunnen, dat we daarvoor heel veel IT nodig hebben. Nogmaals, in die 2000 miljard euro, daar zit volgens mij zeker 30% IT in de brede zin van het woord. Dat is het goede nieuws. Ons motto is stay ahead. We willen de klant laten excelleren door de inzet van ICT, door de inzet van innovatieve ICT. En daarbij gaat het om business benefits. Het gaat niet om de techniek, het gaat niet om de cloud, het gaat niet om die mooiste app zoals Sascha net ook al zei. Maar het gaat erom wat je voor die klant betekent. Over 10 jaar draait alles in de cloud. Allemaal de kaart omhoog. En ik kijk even met me mee, panel, ik denk 1/3 groen, 2/3 rood. Een enge differentiatie, dit worden cloud oplossingen, dit worden oplossingen die bedrijven zelf gaan doen. En dan zie ik wel de grotere uitbreiding van de private clouds, dus dat de sector zich gaat bundelen in een soort cloud oplossing. Mm-hmm. Maar niet de publieke cloud zoals we die nu kennen. Nou, niet alleen kostenbesparing, maar ook uniformering. Heel snelle veranderingen die ten goede komen. We hebben hele goede performance. U gaat hier vast over verder praten. Het was heel erg interessant. Ja, vooral de Vodafone-verhaal vond ik erg leuk. Klantgerichtheid. Met name de stellingen en hoe iedereen erin zat, vond ik ook leerzaam. Leuk. Vanmiddag ben ik weer geladen met wat er mogelijk is binnen ICT. En hoe weinig we nog doen ermee en hoeveel er nog mee zou kunnen.